En zodra ik dit contract getekend heb, kan ik jullie ook gaan vertellen wat de exacte datum wordt voor Hey Meisje. De ramen, jongens. Weet je het zeker, Finn? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik wil gelijk even mijn excuses aanbieden, want ik heb vorige week dinsdag, deze dinsdag, heb ik geen video geüpload. Want ik had de dagen daarvoor, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, heb ik niks gevlogd. Want ik ben bezig geweest met allemaal andere dingetjes. Ik was met Noah veel aan het doen voor een campagne, was ik veel aan het opnemen. En ik had gewoon die week helemaal niks te doen. En ik vond de vorige keren, ik wil gewoon nu alleen vlogs maken als ik weet dat ik leuke dingen ga doen. En ik wil niet gewoon vloggen om het vloggen. En ik vind dat zelf ook niet leuk. Maar ik sta op het punt om weg te gaan. Want het is vandaag lekker weer. En wij gaan varen met Ole, Bas, Willem. Dus ik ga eventjes mijn zwembroek pakken. Want die heb ik vergeten. Ik had een hele tas, maar geen zwembroek. Fucking raar. Maar goed, ik ga mijn zwembroek pakken. En dan ga ik de auto in. Ik bedoelde trouwens de zwembroek van Willem. Want zoals jullie zagen, ik heb zelf al een zwembroek aan. Maar ik moest de zwembroek van Willem pakken. Ik zat het vorige beeld toch te kijken. En dacht van, hè, zei ik nou mijn eigen zwembroek? Maar volgens mij zei ik mijn eigen zwembroek. Nou, moet je eens eventjes kijken, jongens. Wat een weertje. Wat een weertje. En kijk, hier heb je Bas. Hier heb je Bas. Hey. Wij gaan de boot ophalen, want we zijn nu bij Bas thuis. Alleen de boot ligt helemaal verderop. Helemaal verderop. Helemaal gek. Is er, oh, er wordt gesurfd. Wat is dit nou weer? Is dit een boot? Er wordt gesurfd. Is dit jouw boot? Ja, die rechter, ja. Oh, wat lekker zeg. Wat een jacht, hè? Wat een jacht. Ja. Dit is een jacht van 6,5 miljoen. Nee, meer. Hè? Nee, meer, joh? Altijd een paar miljoen per meter is, toch? Bizar. Je ziet hem, kijk, hoe meer. Wat een boot, hè? Niet normaal. Oh, jongens, varen blijft toch zo lekker, hè? Mooie natuur. Wat een mooie natuur. Ja. Wat een mooie natuur. Straks als we nog met Ole en iedereen in de boot zitten, dan staat hij helemaal onder water. Nee. Nee? Nee. Kan niet wel. Nou, Ole. Nee. Ja. Nee joh, gek. Pas. Gassen jongen, hé, hey, moet je eens even kijken. Wat een bizarre ervaring. Oh. Hey, hij gaat nog best wel hard eigenlijk, hè? Ja, hè? Ja, maar dat is met z'n tweeën. Dat gaat met z'n tweeën. Nee, dat gaan we niet redden, nee. Nee. Zoals ik zo aanleggen in die band. Nee. Ja, is goed. Kom, kom. Hey Wim, ik ben weer aan het vloggen. Vlog jij? Ja? Ik ben vlogger. Ik ben helemaal niet gewend meer. Jawel, ja. Zo lang geleden. Het is serieus echt lang geleden, hè? Het is een weekje of niet? Nou ja, nee, want ik had in plaats van een vlog een Q&A gedaan. Vrijdag. En dinsdag is er ook geen video online gekomen. Dus dat is eigenlijk vandaag. Voor ons is dat zeg maar vandaag. Maar voor hun is dat zeg maar dinsdag gewoon. Best lang, hè? Maar ik merk dat ik gewoon een nieuwe frisse start heb. Ja, het is helemaal leuk. Het is weer helemaal een frisse start. Ik heb ook het gevoel dat je opeens de 100k gaat halen. Ja, ik denk dus ook 100k. Views. Ook dacht al. Ja, op deze video gaan we 100k halen. Ik moet alleen een goede titel en een thumbnail verzinnen. Nee, geen thumbnail. Nee? Nee, is niet nodig, hè? Weet je waar ik zin in heb? Nee. Ik heb zin om straks van de brug af te springen. Yeah. Ik heb mijn drone bij me. Yeah. En ik heb zin om morgen een leuk contract te gaan tekenen. Oh, dat is heel leuk. Jij weet wat het is. Ja. Yeah. Goh. Dat wordt wat, jongens. Dat is echt heel leuk. En dan weten jullie ook wanneer Hey Meisje online komt. Eindelijk. Hey Meisje. Willem kan Willem niet meer ontwijken. Nou, we gingen weg met echt een hartstikke lekker zonnetje. En het voelde als 25 graden. Maar nu zitten we hier. Gaat het nog gezellig, hè? Ja. Wat een kutfase. Ja. Oh, Jim en Wim, je zei net dat je het koud had. Koud? Je zei oeh. Laat jij ze hebben, hè? Hier, mannetje! Ik weet het ook niet, ga ik niet doen. Nee, maar het was wel serieus. Net toen we weggingen, was het. Toen brak de zon zeg maar wel door, nu is het helemaal bedekt. En het is minder koud, ja, en het waait ook een beetje. Dus het begint een beetje frisjes te worden. Ole. Ja. Wat zeg je met een man met een bril als hij het moeilijk heeft? Geen idee. Sterkte. Nee. Oké, de volgende. Wat zeggen mannen met een grote lul? Hoi. Hij is al terug. Ja, die is praktisch. Echt? Ja, nee. Ja, maar anders was heel veel mensen zo. Wat zeggen mannen met een grote lul wel is? Geen idee. Ja, geen idee. Ja, dat weet je niet, hè? Ga je dit überhaupt redden? Ja, dat redden we wel.
Maar heb je dit al een keer geprobeerd, Bas? Ja, dat gaat. Oh, als jij nou op de punt gaat, ervaren. Ja, dat ben ik toch nu aan het doen, Jopie. Ja, uh-oh. Uh-oh. Oh, nee. Het gaat niet bewegen. Dit gaat maar net. Kijk, ik wil er nog één ook. Trouwens, ik kan gewoon. We hebben er nog één. Deze is laat hoor. Ja, gaat best wel prima inderdaad. Jongens, een tijdje geleden heb ik aan jullie gevraagd wat jullie mooier vinden. Met de rap of zonder de rap. En Willem die begon er dus net ook alweer over. Die vroeg ook van ja, moet je het er niet gewoon afhalen? Ja, ik vind die echte kleur ook heel mooi. Ja, ik vind die echte kleur ook mooi. Normaal gesproken is het dus anthraciet. Dat is een beetje grijs, maar goed, dat weten jullie waarschijnlijk nu wel. Omdat ik ook al een paar keer heb laten zien. Maar ja, ik twijfel gewoon nog steeds. Soms dan denk ik gewoon van, ik moet hem gewoon even unwrappen. Dan is hij weer helemaal origineel. Dan hou ik wel de zwarte velgen eronder. En dit moet ook een keer vervangen worden. Is jij het dak gerapt? Ik ben een keer tegen, hier, mijn diffuser is hier een keer gescheurd. Dus wat, mijn dak gerapt? Ja. Ja, dit is ook zwart. Met de, ja, want anders was het anthraciet. Dus dit is ook gerapt. Laat maar eventjes weten in de reacties wat jullie vetter vinden. Gewoon zo of toch unwrappen dat die anthraciet is. Ik twijfel nog steeds, jongens. De twijfels zijn hoog. Wat zijn deze dingen? Hè? Wat zijn deze dingen? Dit? Ja. Volgens mij kan je dat, is het voor dakdragers. Oh. Kan je zo'n ding erop leggen. Voor zo'n skibox. Schouw. Waar je dan in kan als we op vakantie gaan. Nee, je schoonmoeder. Wat? De schoonmoederbox heet het. Heet het de schoonmoederbox? Serieus, dat is de grap altijd. Waarom? Ja, weet niet. Zoek maar op. De schoonmoederbox? Ja. Gewoon zo'n skibox bovenop. Ja, dat is een grap. Ga het opzoeken. Ga jij eens even opzoeken. De schoonmoederbox. Oh nee. Maar je liegt. Willem, ja, je liegt. Ik heb dat wel eens gehoord. Ja, waarschijnlijk is het gewoon zo'n grapje. Wordt, ja. Waarschijnlijk is het gewoon zo'n grapje die vaak wordt gebruikt. Ja. De schoonmoederbox. Waar je dan je schoonmoeder in kan stoppen, bedoel je? Ja. Nou, doe maar niet. Nee, dat is niet leuk. Even lekker door de car was, jongens. Dit had mijn auto echt nodig. Hij was zo smerig, jongens. Als je met mijn vinger over de auto heen ging, had ik gewoon echt een spikzwarte vinger gewoon. Ik zit lekker op de bank. Willem die is al gaan slapen en Ruben die is bij Amber. Maar kijk eens wat ik aan het kijken ben, jongens. Nostalgie. Kung Fu Panda. Ik was gewoon op de tv aan het kijken en opeens kwam ik bij Nickelodeon. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon Kung Fu Panda kijken. Ik heb net ook al Fairy Old Parents gezien. Wat heb ik nog meer gezien? Oh ja, de Avatar. Maar het is mooi geweest. Het is tijd om te gaan slapen. En ik had mijn shirt uitgedaan, want het is nog steeds echt hartstikke warm buiten. Maar jongens, morgen een hele speciale, leuke dag. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ga morgen een contract tekenen. En ik ga jullie meenemen. En jullie komen er morgen alles over te weten, jongens. Ik spreek jullie morgen. Het is tijd om een paspoort op te gaan halen. Want momenteel heb ik geen paspoort. Die had ik aangevraagd. Maar vandaag is het klaar. Dus ik ga hem ophalen en dan ben ik weer legaal hier. Nou ja, legaal dan. Dan heb ik weer een paspoort. Ik moet niet zo overdrijven, joh. Zo, jongens, moet je eens even kijken wat er in de garage staat. Een mooie Porsche Taycan. Dit blijft wel echt een hele vet. Hij is ook vet uitgevoerd. Helemaal zwart. Lijp hoor. Maar jongens, wij stappen dit kanon in. Let's go. Oh ja, ik heb hem gisteren gewassen. Hij is weer... Oh, je ziet het wel, hoor. Hij wil hem helemaal schoon weer. Wat top. Nou, jongens, ik heb hem. Hij is binnen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb het er al over gehad, maar ik ga vandaag een contract tekenen. Wat voor mij heel erg belangrijk is. En ik ben er echt hartstikke blij mee dat het zo dat dit op mijn pad kwam ook. En dat deze partij vertrouwen in mij heeft. Maar ik ga het vertellen, jongens. Ik ga een contract tekenen bij Sony Laser. En Sony Laser is een aftakking van Sony Music. Alleen dan voor independent artiesten zoals ik. Dus ja, ik ga een contract tekenen bij Sony en ik heb er echt fucking veel zin in en het is voor mijn muziek. En zodra ik dit contract getekend heb, kan ik jullie ook gaan vertellen wat de exacte datum wordt voor Hey Meisje. En dan gaan we knallen, jongens. Dan ja, jongens, dan gaat er wat nieuws beginnen en ik heb er zin in. We gaan muziek uitbrengen, let's go! Woo! Ja, daar zijn we. Oh jongens, dit uitzicht blijft zo top hier in de Adamtoren. Echt lekker. Het zou je kantoor maar zijn. Kijk eens even aan, jongens. Sony Laser en deze foto. En dit wordt de Spotify cover. Dus is gelijk een preview. Uiteindelijk jou ook gewoon op een keer te staan. Ja. Maar voor de volledigheid, Carlos, altijd even rechts beneden ook een pagina paraafje. Even een paraafje. Ja. Nou, Gerard Weder staat niks geks. Dat mag je hopen, Finn. Hebben ze stiekem allemaal rare dingen erin gezet? Oh ja, hier. Kijk, moet op die laatste ook een... Ja, doe maar voor alle zekerheid. En op die. Ja, daar heb ik hem wel op gezien. Ja, daar kan je volledige handtekening. De ramen, jongens.
Weet je het zeker, Finn? Ik weet het zeker. Je kan nog terug, hè? Ik heb het nu al gedaan. Warner belde vanochtend. Ja. Dus, Ik heb het nu al gedaan. Ja, jongens. We hebben getekend bij Sony Music. Ja, nou, eigenlijk Sony Laser. Dat is van Sony Music. En ik ben er hartstikke blij mee. En we hebben er allemaal hartstikke veel zin in. Zij zijn heel erg enthousiast. Ik ben heel erg enthousiast. Dag en Gerard. Ik ben heel erg enthousiast. Zij zijn heel erg enthousiast. En ja, jongens. Echt, het is zo bizar hoe snel dat op een gegeven moment is gegaan. Want ik wilde het eigenlijk eerst al uitbrengen 4 juni. En jullie weten dat ook. Ik heb de hele tijd gezegd, ja, ik ga uitbrengen. Maar het kwam steeds maar niet. Maar dat komt omdat ik de hele tijd in gesprek was met Sony. En contracten op en neer. En het is eindelijk gelukt. Het is getekend. Het is officieel. En in de volgende vlog ga ik jullie vertellen wat de exacte datum wordt van Hey Meisje. Dus ga alsjeblieft de volgende vlog kijken om erachter te komen wanneer ik ga releasen, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Bah! Kijk eens even, we zijn weer thuis. En het is heerlijk weer en ik heb nog niet geluncht. Dus kijk eens wie daar kan lopen. Wat een bink, hè. Kijk eens even, wat een bink. Waar kijkt hij nou naar? Waar zit hij nou aan het kijken? Ah, Pieter. Zag je een lekker wijf lopen of zo? De gast rijdt echt 50 hier. Huh? De gast rijdt echt 50 hier. Dat mag helemaal niet. Nee. Is het? Maar gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hoe was het? Het is officieel. Ja, het was goed, het was goed. Ik heb getekend, dus mooi. Het is... Maar gelijk een bonnetje erbij. Ja, een bonnetje erbij. Kijk. Pennetje. Een Parker pennetje. Hey. Sony Music erop. Ja, mooi. Kijk jongens, we hebben een pen erbij gekregen om het contract mee te tekenen, dus die ga ik goed bewaren. Speciaal pennetje. Hey, gaat er zo weer uit aan de andere kant. Nou goed, we gaan even lekker een broodje eten, want ik heb trek. Heb jij ook trek of? Een beetje. Het is vandaag 28 graden. Misschien dat ik me wel een beetje warm heb gekleed, Wim. Je hebt gelijk. Ik heb een pikzwarte broek aan, een zwarte spijkerbroek met een zwart shirt. Weet je wat het met jou is? Dat zei je vorige keer ook. Jij verwacht van anderen dat je zegt, hey, het is wel warm. Zou je even... Nee. Even verwijderd, denk ik, of nee, zo. Nee. Maar weet je, het is, ik wil er niet... Ik heb geen leuke korte broek of goede korte broeken. Dus ik dacht, nou, boeien, ik doe gewoon een lange broek aan. Ik zit toch alleen maar in de auto, dus ik ben binnen. Zou je dan niet even eentje kopen in de zomer? Ja, misschien wel. Ja, ik heb zo'n wit korte broek, maar die is zeg maar een beetje half niet meer wit. Ja. Ah joh, boeien. Boeien, Wim. Hey, boeien, Wim. Boeien. Jongens, moet je eens even kijken. Nu is mijn shirt weer blauw, maar als je... lijkt wel alsof je gaat wrijven. Kijk. Zie je dat? Wordt het geel. Ja, kijk. En wit? Kijk dit. Frittering haar. Ja. Wat is dat dan? Gek stofje. Kijk dan. Als je dus gaat wrijven, dan wordt het dus een andere kleur. Ja. Maar raar, hè? Hoe zag het shirt eruit die met de verpakking aan? Deze kleur? Van blauw. Ja. Toch raar? Ja, heel vreemd. Maar goed, grappig. Grappig, maar vreemd. Het is vandaag trouwens echt fucking mooi weer. En ik ga straks iets heel erg leuks doen. Want ik ga straks met mijn vader samen naar Ed Sheeran in de arena. Want hij geeft een concert. Maar ik ga straks iets hartstikke leuks doen. Namelijk Coca-Cola heeft ons uitgenodigd in de Skybox in de arena. Voor een concert van Ed Sheeran. En dat vind ik echt hartstikke dik. Helemaal omdat ik zelf ook muziek maak, vind ik het wel heel vet om gewoon naar live concerten te gaan. En helemaal naar Ed Sheeran. Hij is gewoon echt fucking goed. Dus ik ga gezellig met mijn pa. En volgens mij is Tijn daar, Antoon, Stefan, Bram en alle mensen van Coca-Cola. Dus het wordt hartstikke gezellig. Maar goed jongens, nu nog eventjes genieten van dit lekkere zonnetje hier op het bankie. Het is trouwens wel schattig, want mama die is vandaag voor de verjaardag met al haar vriendinnen de stad in gegaan. Of die gaat nog de stad in. En mijn pa die zei ook echt zo van, ja, wat doen jullie met eten? Want mama is weg en dan ben ik alleen thuis. En, dus ik vertel, ja, ik ga naar Ed Sheeran. Zei hij, oh, wat leuk, mag je niemand meenemen? Dus dat is hartstikke schattig. Dus ik ga gezellig met mijn pa en het was hartstikke leuk. Om lekker een biertje drinken en naar Ed Sheeran luisteren. Naar Eddie. Ik ga op mijn telefoon filmen, want in de arena mag je nooit je camera meenemen. Vorige keer heb ik wel mijn camera meegenomen in de Kuip, maar volgens mij mag dat dus gewoon niet. En al helemaal bij een show van Ed Sheeran neem ik aan dat dat niet mag. Dus ik doe het gewoon lekker met mijn telefoon. Maar mijn vader staat beneden te wachten, dus ik ga lekker naar beneden. En dan gaan we naar Eddie. Oh. Het is wel wat een gezelligheid. Zo jongens, kijk eens even hoe dik dit is. Kijk even. Normaal gesproken zitten we hier natuurlijk met een wedstrijd, maar dit is echt heel lijp. Kijk hoe dat heeft gedaan, man. Dat is toch niet normaal? Ik ben vlogger. Is dit voor YouTube? Ja. Oh, het is voor YouTube. Oh, gosh. Oh, gezellig, jongens. Hopefully you recognize one of them.
This song is for my second album. Oh, I'm a mess right now. Inside out. We don't want to doubt it, we're still a little low. Let's leave the party, that's not who we are. We are not beautiful. You between my arms. They put on a rock. We send it to our feet. So I have faith in what I see. Though I know I. Ik lig nu lekker in bed en ik heb net lekker geëdit. Ik ben gisteren nog uit geweest, was hartstikke gezellig. Ed Sheeran was hartstikke leuk. Maar goed, ik zie jullie bij de volgende volgende. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek je de volgende keer. Later!